In tijden van supermarkten, online boodschappen doen, haast en geen tijd meer om te genieten van ons dagelijks brood, haalde het Centrum Management Geleen samen met de bakkers uit de omgeving het bijna nostalgische bakkersambacht terug naar Hartje Geleen tijdens de eerste editie van Heel Geleen Bakt. Wat zien we hier gebeuren? Speculaas maken. En wat wordt daarvan gemaakt? Suiker, bloem, boter, ei, zout. Dat is het ongeveer. En evenveel amandelschafsel, speculaas met amandelschafsel. En hoeveel speculaasjes denk je te draaien vandaag? Nou, wel enkele honderden toch wel, denk ik. Want er is gretig aftrek hier in de zaal. Wat vindt u van de opzet, Heel Geleen Bakt? Nou, ik vind het geweldig, eerlijk gezegd. Dit is de eerste keer dat we dat gaan doen, maar volgens mij gaat het toch wel een heel groot succes worden. Wat heeft pizza met gebak te maken? Nou ja, dat is natuurlijk, het gaat ook eigenlijk heel geleen bakt. Dus het is eigenlijk niet alleen maar de vlaaien en de speculaas, maar natuurlijk kan ze ook pizza bakken. Ja, en spring eigenlijk voor zichzelf is natuurlijk ook een vak op zich. Wat ze dus natuurlijk ook als bakker ook een beetje moest beheersen. En dat is het bak. Dus het is niet alleen het standaard wat het lui gewenst om te maken, koekjes, vla. Nou, dan kan ze gewoon pizza bakken. En het is ook natuurlijk een beetje ter promotie. En het ruikt ook lekker en het smaakt lekker. En wie voor vlaaien maak je zo vandaag, denk je? Ja, voor hopen toch een dikke 150 vlaaien weg te kunnen duwen vandaag. Ja. En werden die verkocht of is dat alleen om te proeven? Nee, we werden verkocht. Ja. En wat voor een vlaaien? Ik zie je abrikozen en grummelen. Abrikozen, keesje en grummelpudding. En wie wordt de grummelen gemaakt? De grummelen wordt zo goed gerold wie dit ding. En dan komt de pudding erover. En dan die grummelen, die hebben we klaar. Boter, suiker en meel. Maakt voor er één en dat komt dan op de vlaai. Net worden zelfs Lieve van Boven Utrecht. Die worden speciaal hier gekomen voor te kijken wie de vlaai gemaakt wordt hier. Dat is toch het Limburgs vlaai, hè? Dat is Limburgs, ja. Ja, dat moet ook zo blijven. Speculaas en de versieren, voor wie zijn jullie die aan het maken? Ik weet niet. Nog niet echt voor iemand. En voor mij ook niet echt. Lekker voor jullie zelf om te smullen? Ja. En hoe ga je hem versieren, weet je dat al? Gewoon wat erop doen, denk ik. En ga je hem niet stiekem aan je mama geven? Misschien. Gaat je nu als jurylid echt op letten vandaag? Alleen naar de smaak of ook naar het uiterlijk, vastheid, dichtheid van de cake? Nou, de smaak is natuurlijk belangrijk, maar dan ga je letten op de kleur. Wie is er gebakken? Is er gaar? Is er smaak, smaak is toegevoegd? Dat zijn gewoon belangrijke dingen. Als een cake gaar en goed gekleurd is, dan is er al bijvoorbeeld bekend lekker. Smaak is niet het belangrijkste. Is wel, het hoort erbij, maar niet het belangrijkste. Het oog wil ook gaan. Het oog wil zeker gaan. Want toch kupt ze een cake op. Hè? Als ze cake wilt kopen, kupt ze maar met het oog. Dat is gewoon zo. Hoeveel inzendingen zijn er geweest? 24. Dat is eigenlijk best een beetje verrast dat we zoveel inzendingen hebben. Dat is heel positief voor de eerste keer. Ik kan alleen maar groeien. En hoeveel man gaan hem nu proeven? Het ziet allemaal lekker goed. Ja. Nou, we gaan met 3 man keuren. En we hebben hem net doorgesneden voor de eerste resultaten te zien. En die zijn bemoedigend. Dus we gaan met 3 man naar de keuren. Ik denk niet dat de bakkers zich dan zorgen hoeven te maken of wel, want er staat zoveel kwaliteit, heb ik al gezien, links en rechts. Nou, dit is maar een heel klein onderdeel van een bakkersvak. En dan maakt dat niet zo heel veel uit. Het is gewoon leuk als jullie enthousiast zijn over bakken. Dat is al heel belangrijk. Het zal volgend jaar vast en zeker terugkomen als ik dit zo zie. Wat vind je zelf van de inzending? Heb je al een beetje gekeken en geproefd of dat nog niet? Ik heb genoeg geproefd vandaag, want dat kunt niet ontbreken natuurlijk. Maar wat ik wel fijn is dat we dat wel volgend jaar moeten doorzetten. Het is voor een heel blij publiek, voor kinderen, voor ouderen, voor gezinnen. Iedereen kent daar in principe naartoe komen. Maar ik vind wel dat we dat, als de financiële moeilijkheden voorzien en die zijn tot dusver, maar we dat volgend jaar zeker weer een traditie van gaan maken. wethouder Noël Lebens in de jury van Heel Geleen Bakt. Hoe komt dat zo? Gevraagd. Ik ben gevraagd om, ik weet niet of het woord de jury versterken hier recht uit, of dat ze zo gaat houden van goh, dit wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Lotwer, in dit geval de wethouder, maar in de jury plaats laten nemen. Ik moet wel zeggen, en dat is ook wel te zien, ik ben wel een liefhebber van bakken en braden, zal ik maar zeggen. Dus enigszins geveul verstand daarbij heb ik wel. En in de familie zitten ook wat bakkers, dus wat dat betreft misschien toch al met al een beetje te rechtvaardigen dat ik in de jury zit. Laat ik het daar maar op houden. Een heel groot compliment aan de organisatie. Centrum Management samen met de bakkers hier uit Geleen, de echte bakkers uit Geleen. Dus ik durf te zeggen, het is in die zin een geslaagd evenement. En wat betreft de cakes, 24 deelnemingen, 24 inzendingen als ik het zo mag zeggen. Nou, we hebben plaatsen in de directe omgeving, die moeten het met minder doen. Op sommige plekken krijgen ze het helemaal niet van de grond. Dus ik durf te zeggen, dat heb ik ook bij de opening proberen te verwoorden. De eerste keer is meteen raak, de eerste keer is meteen goed. Maar durf het dan ook op kwaliteit door te zetten. En laat het niet te groot worden. Want de kwaliteit moet uiteindelijk toch bepalend zijn. En dat geldt ook voor de jurering van de cakes. Er is een onderscheid. Er is nemens door de man gevallen, absoluut niet. Het wordt allemaal te behapstukken. Maar ja, goed, er zitten een paar die met kop en schouders troet steken. En die zouden best wel inderdaad over de toonbank kennen. De moeder van de bakfestivals in Geleen, dat is vandaag neergezet. Ik durf te zeggen, ja, dit proef in alle opzichten nog meer. Wat vind je van dit initiatief? Ja, ik vind dit vind ik dus echt geweldig. Dat, gewoon ook leuk de combinatie van Geleen Bakt, dat de bakkers hier staan, maar daarbij ook de aanverwante artikelen zoals chocola, dat die ook daarbij betrokken worden. En, het is gewoon heel leuk om met zo'n groep mensen dit neer te zetten. Want vanmorgen vroeg begon het al, iedereen liep bij iedereen even te kijken, even proeven. En, het is niet zo van, ik ben daarmee bezig en ik ga niet bij jou kijken. Want alles samen. Alle ambachten bij elkaar. En dat is het leuke, het blijft wel ambachten, dus dat houden we ook erin. En dat is ook de reden waarom dat Rousseau hier staat, om ook weer het ambacht te laten zien onder de mensen. Ja, dat ook. Bij Rousseau, we zijn al een stukje gegroeid, we zijn een beetje groter geworden. We kunnen niet meer alles met de hand maken, maar zoveel mogelijk proberen we nog altijd alles handmatig te maken. Dus, en dat blijven we ook altijd erin houden. Dus. De eerste plek. Ja, geweldig. Wat is het geheime recept geweest? Ik heb gezocht naar een traditionele cake en qua vorm eigenlijk. En ik heb daarbij luikjes gemaakt van Fransje pangendeeg en daartussen keukjes gekrumeld en daarboven weer gewone deeg, cakedeeg. Dus ja, dat is goed gelukt. En zeker professioneel bakster of is dat gewoon meer hobby en uit de hand gelopen? Ja, dat is inderdaad een uit de hand gelopen hobby, want ik geef ook bakworkshops, toes. En ja goed, vandaar de passie voor het bakken, dus dat is wel erg leuk. Ja. Volgend jaar weer meedoen? Ja zeker, tuurlijk. Ja, dat doen. Ja. Wat wil je de kijkers metgeven wat ze absoluut niet moeten doen voor volgend jaar en absoluut wel moeten doen? Er moest toch zoeken nog uit origineels, maar toch een beetje in de traditie. Eigenlijk zoeken van wat is precies een cake. En daar in de wegen zoeken nog uit moderns. Dankjewel, gefeliciteerd. Dankjewel. Dan wil ik nog